once a day. Een hele goede dag, guys. Welkom bij deze nieuwe video trouwens. Ik sta lekker bij de make-up. Ik heb net Bertha schoongemaakt en we gaan even een paar vragen beantwoorden. Dus hierbij de mukbang van 2023. Ik sta ook echt op een super ongemakkelijke plek, want daar is de uitgang van de McDrive en daar is de ingang van de Mac. Maar goed, ik heb hier lekker eten. En ik dacht van, yo, ik ga gewoon lekker vragen beantwoorden terwijl ik gewoon hier lekker aan het smikkelen ben. Ik heb namelijk op mijn Insta en op mijn TikTok vragen aan jullie gevraagd. Van, hey, wat vinden jullie nou leuk? En welke dilemma's hebben jullie voor mij? En die gaan we nu gewoon lekker antwoorden. Die zin klopt totaal niet. Maar dat maakt niet uit. Ik krijg geen idee uit, zou ik dat vertellen. Hoor je dat? Dat is het goede. Ik heb hier mijn telefoon voor me. En ik heb heel wat vragen binnengekregen. Dus ik zou zeggen, let's go! De allereerste vraag is, hoe ben ik omgegaan met mijn chronische ziekte? Vind het zelf soms nogal lastig. Althans, in het begin dacht ik wel van, wat moet ik nu? Want ja, je hele leven draait natuurlijk om. Je krijgt medicijnen. Sommige mensen kunnen helemaal niks meer doen qua sport. Die liggen bijvoorbeeld alleen maar in het ziekenhuis. En bij mij viel het gelukkig reuze mee. Ik ben namelijk, ik kan gelukkig gewoon alles nog doen. Dus er zijn bij mij niet echt beperkingen. Dat ik bijvoorbeeld niet meer kan sporten of niet meer naar de Mac kan. Voor de mensen die het niet weten, ik heb een chronische darmziekte. En dat houdt eigenlijk in dat er iets in je darm ontstoken is. En dat gaat heel veel pijn doen. Heb je medicatie voor, bla bla bla. Maar ja, hoe ben ik ermee omgegaan? Ik ben er eigenlijk best wel normaal mee omgegaan eigenlijk. En normaal bedoel ik van, kijk, weet je, ik weet dat ik het heb. Dat weet ik. Maar ik ga me niet daardoor dingen van me af laten nemen, om het zo te zeggen. En tuurlijk, bij mij is het wel een stuk minder heftig dan sommige mensen die mijn ziekte bijvoorbeeld ook hebben. Nou, ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan de hele tijd. En weet je, als het soms even niet gaat, dan gaat het niet. En als het beter gaat, dan gaat het beter. Ja, soms heb je van die dagen. Naast alle vragen die ik heb gevraagd aan jullie, of die jullie eigenlijk aan mij hebben gesteld, heb ik ook gevraagd om dilemma's achter te laten. Waaronder deze. Nooit meer drinken of nooit meer eten. Zegt degene die nu letterlijk aan het drinken en aan het eten is. Oeh, ik vind dat een hele lastige. Ik denk als je heel lang gaat drinken, dat je daarna gewoon echt iets verlangt. Dat je gewoon daarna verlangt om iets op te kauwen. Hoort soep bij eten? En dan kan je ook gewoon soep maken namelijk. Met stukjes erin. Dan nooit meer drinken, denk ik. Dan nooit meer drinken. Oeh, deze vraag vind ik heel, gaat best wel diep eigenlijk. Ik zou wel eens willen weten hoe je omgaat met slecht nieuws in het leven. In het begin, als ik bijvoorbeeld, ja, slecht nieuws, dat kan natuurlijk een wedstrijd verliezen zijn. Dat kan bijvoorbeeld mijn ziekte zijn. Dat kan heel veel dingen zijn. Laten we bijvoorbeeld even op dans spelen. Tuurlijk, weet je, je baalt ervan. Van, hey, je gaat naar een wedstrijd toe, je betaalt ervoor. En uiteindelijk ga je eigenlijk met lege handen naar huis en ben je maar 2 minuten op het podium geweest. Dan baal je natuurlijk wel. De dag daarna denk ik van, ja, weet je, we gaan gewoon weer voorbereiden voor een nieuwe wedstrijd. En dan zie je het wel. En met mijn ziekte, ja, ik weet er niet meer zo heel erg veel vanaf. Omdat ik een jaar of 15 was, geloof ik. Maar toen dacht ik wel van, ja, hoe gaat mijn leven er nu uitzien? En toen was ik wel heel erg aan het nadenken van, oh, dan kan ik misschien dit niet meer en dan kan ik dat niet meer. Ja, weet je, daar was wel iets langer. In plaats van bijvoorbeeld met de wedstrijd, dat je 12 uur daarna gewoon weer doorgaat. Maar toen was het wel echt even, hoe ga ik ermee om? En uiteindelijk heb ik het gewoon een soort van half naast me neergelegd. En denk van, ja, het hoort er nu bij. En ik moet ermee leren leven. Dus ja, ik sta sowieso wel best wel positief altijd overal in. Ook als het echt gaat om de meest heftige dingen eigenlijk. Ik probeer het altijd van een positieve kant te zien. Dus ik kan het gewoon, ook al duurt het een dag, ook al duurt het een week, ook al duurt het een maand, ik kan die knop gewoon omzetten. En dan kan ik gewoon weer een soort van doorgaan met leven, denk ik. En dan hebben we weer een dilemma. Nooit meer dansen of nooit meer Mackie? Ik denk dan, ja, moet ik even nadenken hoor. Ik denk dan oprecht nooit meer Mackie. En het gaat waarschijnlijk voor heel veel mensen heel chockerend zijn. Dansen doe ik echt al heel mijn leven. En Mackie eten niet. Oké, de laatste paar jaar wel misschien. Maar nee, dan nooit meer Mackie. Het spijt me, jongens. Ik zit al een paar maanden niet goed in mijn vel. Heb ik tips om me weer goed in mijn vel te laten zitten? Oeh, ik heb dit ook een periode gehad. Ik heb echt een paar maanden, zat ik ook echt totaal niet lekker in mijn vel. Als in, de meeste dingen die mij kunnen afleiden is dans, autorijden, met vrienden afspreken, reizen en al die dingen eigenlijk. Maar zelfs dat kon ik niet meer. Ik kon op een bepaald moment kon ik gewoon niet meer autorijden. Ik kon niet meer mijn focus erbij houden bij dansen. Ik ga zo maar door eigenlijk. Ja, daarna ben ik eigenlijk volledig om mezelf gegaan. En heb ik echt gewoon gedacht van, hey, ik ga gewoon dingen doen die ik leuk vind om te doen. Of die ik überhaupt wil doen. Je droom achterna gaan. En mijn droom was op dat moment heel erg van het video's maken. En daarmee, laat maar zeggen, mijn geld verdienen, om het zo te zeggen. En ook gewoon met vrienden afspreken. Zodat je in ieder geval gewoon je gedachten ergens anders kan zetten. Dat heeft mij heel erg geholpen. Natuurlijk, soms heb je nog steeds wel terugvallen. Maar dat hoort er natuurlijk bij. Dat is menselijk. Je kan niet van alles opeens af zijn. Maar dat heeft voornamelijk
mij geholpen. En het klinkt heel makkelijk, maar daar gaat oprecht echt maanden, jaren overheen. Geloof mij. Het is niet van, oh, ik ga even een dagje weg met vrienden. Dat dat allemaal oplost. Het heeft echt tijd nodig. En je moet jezelf ook eigenlijk daaraan overgeven. En gewoon accepteren dat het soms zo gewoon zo is. Ja, weet je, elk persoon is weer anders. Elk persoon heeft weer andere struggles in het leven. En sommige iets meer dan de ander. Maar ja, weet je, ga gewoon lekker dingen doen die jij leuk vindt om te doen. Bij mij was wel het voordeel dat ik geen school meer had. Dus ik kon eigenlijk gaan en staan waar ik wil. Ja, als je school hebt, dan gaat dat natuurlijk al moeilijker. Ja, doe gewoon lekker wat jij leuk vindt om te doen. Oeh, dan hebben we weer een dilemma. Hip-hop of street dance? Ik moet heel eerlijk zeggen, volgens mij weten de meeste mensen dit niet. Maar ik heb vroeger, als in toen ik nog klein was, toen ik nog kleiner was dan wat ik nu ben, heb ik streetdance gedaan. Ook een beetje showdance eigenlijk. Maar ik denk dat ik nu echt ga kiezen voor hiphop. Puur omdat ik dat nu best wel heel lang al een tijdje doe. En omdat ik ook gewoon merk van, yo, dit is wat ik wil. Ik denk hiphop dan. Oké, er kan er bijna iemand op Bertha. Oh my god. Ik krijg trouwens geen frappé door mijn liedje heen, omdat het gewoon niet goed is gemixt. De volgende. Hoe zorg je voor minder spanning bij wedstrijden? Heel eerlijk, ik heb letterlijk, wanneer ik dit nu opneem, heb ik gisteren een wedstrijd gehad. En ik was me toch een partij zenuwachtig voor mijn solo, voor mijn quad, voor mijn duo, echt voor alles. Dat als mensen tegen mij gingen praten, dat ik echt nog gespannender werd of nog zenuwachtiger werd dan ik eigenlijk al was. De video komt trouwens zondag online, bedenk ik me nu. Zondag om 3 uur komt mijn dansvlog online. En daar zie je ook echt de meest zenuwachtigste Kim die je ooit gaat meemaken. Maar ja, hoe zorg je daarvoor? Wat mij gisteren een soort van heeft geholpen, is op de grond liggen en gewoon even denken van, hey, ik ga gewoon knallen. Ik ga gewoon lekker mijn ding doen. Als je een keer verliest, oké, weet je, prima. Dan ga je door en dan ga je de volgende keer winnen. En heel vaak heen en weer lopen. Ik heb ook samen met Sam, ik denk niet dat hij dit kijkt, maar met Sam heb ik echt alles uitgeschud qua armen, qua handen, qua benen, qua mijn hele lichaam. En dat zorgt er bij mij ook best wel voor meer rust. En ik sluit eigenlijk, wanneer ik met mijn team opga en ik ben daarvoor gespannen, sluit ik me eigenlijk helemaal af van iedereen en alles. Ik zeg namelijk ook echt nooit wat voordat we op moeten. Echt 10 minuten voordat we op moeten. Ik ben gewoon helemaal op mezelf. Ik focus me gewoon op mezelf en ik herhaal de dans ook niet meer. Want als ik dat ga doen, dan ga ik fouten maken. En dat heb ik altijd al gehad en op het podium gaat het dan gewoon goed. Maar dat is eigenlijk bij mij wat, ja, is geholpen. Ik hoop dat het gaat helpen voor je. Hoe kan ik mensen het beste loslaten? Ja, dit ga je echt ziek vaak in je leven meemaken. Of je nou naar de middelbare school gaat, of je nou naar het mbo of hbo of universiteit gaat. Het gebeurt altijd. Of dat je nou ruzie hebt, of dat je nou, weet ik veel. Voorbeeld bij mij, ik ga geen namen noemen. Ik had contact met diegene en ik merkte vooral dat het contact vanuit mij moest komen. En weet je, ik ben altijd de persoon die altijd, of althans vaak zat, de eerste stap zet om bijvoorbeeld af te spreken om leuke dingen te doen, of om ergens heen te gaan of gewoon een rondje rijden, weet je wel. Maar op dat moment merkte ik gewoon echt al bijna een paar maanden lang van, het moet alleen maar vanuit mij komen. Ik stopte met appen en dat vond ik heel lastig. Daar ga ik ook heel eerlijk over zijn. Ik vond het heel lastig om diegene niet te gaan appen en niet te benaderen van, hey, wanneer wil je weer iets doen? Of hey, hoe gaat het, weet je wel. Ik heb niks gezegd. En achteraf bleek ook dat diegene 0,0 interesse terugtonen. Ja, en achteraf heb ik ook geen contact meer met diegene. Oh, gaan mensen nu naast mij staan? Maar ik heb dus ook geen contact meer met diegene. Puur omdat ik deed er niks meer aan eigenlijk. En dat is echt niet lullig. Maar op sommige momenten moet je gewoon echt denken van, oké, wie zijn goed voor mij? Wie zijn slecht voor mij? Probeer dit uit. En zo kan je ook zien van, oké, diegene toont geen interesse in mij. Laat het dan maar. En het gaat heel lastig zijn. Maar je bent veel beter af zonder die mensen dan dat je met die mensen bent. Dat is de goede zin. Hoe kan ik de liefde van mijn leven voor altijd bij me houden? Dat is een hele goede vraag. Ten eerste, je weet natuurlijk niet wat je leeftijd is. Dus het kan een kinderliefde zijn. Het kan een jeugdliefde zijn. Het kan een vakantieliefde zijn. Het kan echt alles zijn. Maar stel, je wilt gewoon lekker settelen. En je wilt gewoon voor altijd bij diegene blijven. Of je wilt eigenlijk gewoon bouwen totdat je trouwen eigenlijk. Weet je wel, dat soort dingen. Communiceer met elkaar. Communiceren, vertrouwen. Zorg dat dat er is. Als dat er niet is, dan kan je het eigenlijk al wel vergeten. En ga gewoon leuke dingen doen met diegene. Weet je, zorg gewoon dat de band goed is. Dat je een leuke vibe met elkaar en dat het gewoon leuk blijft. En tuurlijk, weet je, discussies zijn altijd in de omgang en die zijn er altijd. Ja, het is niet het leukste natuurlijk, maar ja, wees gewoon duidelijk, wees gewoon eerlijk en ga vooral geen ruzies via de app doen. Dat is echt een no-go. Ik spreek uit ervaring.
Oké, de laatste van vandaag. Of althans van deze video, want ik lul echt al veel te veel. Ik heb een paar ziektes, maar dat durf ik niet te vertellen bij mijn dansen. Omdat ik niet wil dat ze me anders zien. Heel eerlijk, ik heb eigenlijk letterlijk hetzelfde meegemaakt. Ik wilde eigenlijk nooit op tafel gooien dat ik chronisch ziek ben. Want ja, je ziet het niet van mij of aan mij van de buitenkant. Maar stel, je ligt bijvoorbeeld een keer in het ziekenhuis of stel het gaat een keer minder. Dan is het misschien wel handig dat ze het weten. Want dan kunnen ze er iets mee. Want stel, je zegt van ja, ik ben ziek. Dan weten ze natuurlijk van niks. En dit is trouwens niet een push of zo dat je het wel moet doen. Hè? Weet je, je moet gewoon lekker doen wat je zelf wil en wat je zelf fijn vindt. Maar ik heb het ook pas later gezegd tegen mijn trainer, daar niet van. Ik heb het denk ik 2-3 maanden daarna gezegd, volgens mij. Ik weet niet, maar in ieder geval niet heel erg lang daarna. Maar tuurlijk, het is een stap wat je opeens moet gaan zetten of wat je wil gaan zetten. Maar ja, weet je, als je het niet wil vertellen, dan is dat ook gewoon helemaal prima. Ja, het is jouw verhaal, het is jouw lijf, het is jouw gedachten. En als je het niet doet of niet wilt, dan doe je het lekker niet. En als je het wel wilt, doe het dan alleen wanneer je er echt klaar voor bent. Want je moet jezelf niet gaan dwingen om het te zeggen, want dan ga je achteraf misschien spijt van krijgen. En dat was de laatste vraag alweer. Ik heb ondertussen mijn patatjes bijna op. Frietjes. Ik word helemaal gek van die fluit. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie wat meer te weten zijn gekomen, wat meer advies hebben gekregen. Moet ik dit nou vaker doen? Let me know. Ik vind het best wel leuk om op te nemen. Ja, let me know. Doe even een duimpje omhoog als je dat wil. Dan zie ik jou bij de allernieuwste dansvideo aankomende zondag. Ik zou zeggen, tot dan. Yo! Ja, lekker.